Wat is er allemaal gebeurd je afgelopen weekend? Je hebt een heel lang gebreid vest aan. Ja. Toch? Echt heel lang? Komt het over onder mijn knieën. Ja. Maar, ik heb mezelf winterklaar gemaakt. Jouw vest is een beetje een badjas, is dat? Ja. Toch? Ik probeer het duidelijk te omschrijven voor mensen die in de auto zitten. Ja, oké. Ik was in Amsterdam en ik loop een winkel binnen. Ik zie in één keer een vest hangen. Dat ik denk, hé, dit is weer even zo'n goed vest. Dat moet ik gewoon hebben. Hangt het dus op de damesafdeling. Oh! Het is een vrouwenbadjas. Oké, een benzinepompslang terughangen inhouden. Wat heb je toch met de woorden in die categorie, Mattie? Want de benzineslang kom je niet uit. Vorige week hebben we een tanksleng. Ja, sorry. Op een of andere manier. Niet zo lachen, Mariska. Het is erg genoeg. Laten we gewoon dit afspreken dat je niks gaat uitleggen. Maar alleen even de feiten op een rijtje. Waar staat je auto, Matt? Die staat voor het huis van Patty Bart. Ja. Met wie heb je gisteravond gegeten, Matt? Met Patty Bart en Kees Tol. Waar heb je vannacht geslapen, Matt? Bij jou op de bank. Hoe lang heb je geslapen, Matt? 2 uur. Oké. Fijn weekend. Goed, misschien moeten we dit later vanochtend nog heel even uitleggen. Nee, maar dit kan je niet uitleggen, joh. Dat is een verhaal, man. Sorry. Eerst wat in je opkomt, Josien. 18,5 miljoen euro. Wat ga je doen? Ik wil nog heel graag een nieuwe laptop, dus dat gaat dan het eerste. Nou, dat komt wel goed, hoor. Hey, en wat doe jij, zeg maar, als jouw tankdop zit rechts? Ja. Stel, alleen de linker vallen voor links is open. Mm-hmm. Doe jij dat dan? Heb jij zin om de slang, zeg maar, over de kap heen te trekken? Of denk je van nee? Een grote auto heb ik niet. Ik kan nog wel achterlangs. Je hebt zo'n dikke reet. Houd toch op, jongen. Dat is vervelend. Voor mijn bruiloft hadden wij als cadeautip giftcards. Ik heb voor jou ook giftcards gekregen. Een van die giftcards was een bioscoopbon. Enige is wel echt, ik ga een gegeven paard toen in de bek kijken. Ik ben heel blij met een cadeau. Wat komt er nu weer? Ik zie dat gezicht van jou. Ja, ik zei met die bon gewoon ervan uitgaan. Een bioscoopbon voor 2 personen. Maar het was voor 1 persoon. Echt waar? Dus uiteindelijk stond ik alsnog af te rekenen. Maar ik dacht, je houdt het geen week vol, dat huwelijk. Nee. Ik vond ook wel weer wat zeggen over jou. Toch? Ja, er komt een bioscoop wel voor 1 persoon. Nou, jullie zijn samen toch 1? Ja, dat dacht vanuit ik ook. Die gedachte. Dat heb ik ook uitgelegd aan diegene daar achter de patébalie. Maar hij trapte er niet in. Wes en Jo hebben een kindje. Wie? Wes en Jo. Ja. Oh ja. Dat is heel leuk, want de kleine maakt het goed. En de baby ook. Dus. Zegt hem, dit is bijna trending topic. Dus de meest gemaakte grap op Twitter. Dit is ook zo flauw. Dat is zo grappig. Q Music. You make us Q.